Nou, lieve vrienden, dan zien jullie eventjes dat er wel wordt gewerkt. Ja, lieve vrienden, hallo allemaal. Het is vandaag alweer een nieuwe dag. Het is vandaag al lang al een breed donderdag. Ja, we leven ook alweer om 18 minuten over 2 en op 24 juni. Ik heb Karen aan de telefoon, die staat daar. Ik moet de meisjes nog uitlaten. Maar ja, mijn lieftallige broer kwam precies op die tijd dat ik eigenlijk met ze gelopen. Dus moeten wachten. Maar wat heeft mijn liefdolige broer hier weer gedaan? Terwijl die gisteren heel visite was. Ja. Yeah. Maar in ieder geval, welkom bij je nieuwe vlog. Ja, en wat heeft hij gedaan? Nou, ik ben er blij mee. De vlinderstruik gesnoeid. Dus weer een hele ruime tuin. Ja. En nou gaan we hem ook proberen kort te houden. Klein te houden. Ik wil hem niet boven de schutting uit hebben. Nee, nou ja, ietsje, pietje mag misschien, maar ik wil hem gewoon niet hoog hebben. Nee, hij moet klein blijven. Ik wil er fatsoenlijk langs kunnen lopen, fatsoenlijk iets in de containers kunnen gooien. En dat gaat gewoon niet als die groot wordt. Nee. Maar in ieder geval, we zijn weer blij. En dan gaan we zo meteen met deze lieftallige dames uit. En deze lieftallige dame, die verhaalt tot en met. Dus ik denk dat die het ook wel zal doen, maar die heeft een ander soort haar. En dan heeft het niet in de gaten. Van die. Maar deze dame wel, die grote. Moet dat nou niet zo? Hé? Moet dat nou niet zo? Hé? Moet dat nou niet zo? Wat een dikkie. Oh, ga je erbij leggen? Ja, we gaan zo lopen, hè? Ja, we gaan zo lopen. Ja? Dus ja, lieve vrienden, dat ik zou zeggen, geniet van deze dag, want het is beter dan het gisteren op mijn verjaardag was. Want het zonnetje schijnt, de lucht is blauw, hier en daar een schapenwolkje, nou wat wil je nog meer? Ja toch, het is heerlijk. Het is ook niet koud, niet in mijn tuin, zo kan ik naar buiten lopen, maar langs de gracht en om de gracht en op die ene weg is het altijd koud op een hoek, op een bepaalde plek. Daar moet je echt wel wat aan hebben, want anders dan vernikkel je. Nou, dat wil je niet, nee. Dus ik doe mijn vest aan en ik doe mijn dunne lange jas aan. Want daar zit alleen maar voering in, van nylon. En dat gaat ook zweten. Dus ja, dan moet je er wel wat onder doen, want anders is het plak, plak, plak en dan vind ik vies. Dus ja. Dat doen we maar niet, dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet en tot later. Doei! Nou, lieve vrienden, dan zien jullie eventjes dat er wel wordt gewerkt. Ja, wordt wel rempel wat gedaan. We zijn er met z'n tweeën. Ja. Yeah. Keurig vastgemaakt. Gaat goed komen, niet? Gaat goed komen, toch? Wat zegt u? Gaat goed komen, toch? Ja hoor. Dacht ik. Even duimpje omhoog. Zeker met z'n toeschouwers. Voor de YouTubers. Zo, lieve vrienden, nog staan we aan de andere kant. Even wat dichterbij. Ja, dan is weer eventjes aan de andere kant, hè. Normaal loop ik aan de andere kant. Ik denk, laat het jullie even aan deze kant zien. En het gaat helemaal goed komen.
vermoed ik van wel. Dat het goed gaat komen. Nou, ook even een duimpje omhoog doen. Goed zo. Heb ik tenminste 2 duimpjes. En het is op YouTube, hè? Komt het. Bij Corina en de Beestenboel. Corina met IE. En zo graven ze dus af. Toen moest ik mijn rollator in de berm halen. Maar zo graven ze dus af. Nog, ja, maar ze hebben tegen mijn volgers, want ik ben een YouTuber. Je kan me volgen op YouTube. Ja? Corina met IE en de Beestenboel. En de Beestenboel. Ja, ik heb thuis nog een kat. Ook nog een kat. En Corina met IE. Corina met IE. Ja. Corina. Op ja. Nee, Corina. Ja. Oh, en je verslaat heel Den Helder. Nou ja, waar ik ook kom. En ik mag er filmen en buiten mag ik filmen. Ja, ja. Er is niks op tegen. Als je voor me eens loopt, ja, dat heet hè. In Zuidland. Nee, je ziet wel op hun. In Zuidland, ze doen zo'n manier en dan doen ze ook de dorp van te slaan. Ja, klopt. Maar een dorpje hoor, dit is groot. Ja. Nou, lieve vrienden, tot later. Ja, lieve vrienden, het is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En ook een tijd om slapen te gaan. Dat gaan we bij deze zometeen even lekker doen. Eerst met de hondjes even uit en dan gaan we lekker slapen. En ik zou zeggen, graag tot morgen. Want ja, dan hebben we weer een nieuwe dag. Dan is weer vrijdag, dan komt mijn huishoudelijke zorg weer. Hoe heet ze ook alweer? Oh jee, Carolina, zover ik. Ja, weet dat nog niet helemaal hoor. Vergeet het maar even. Bijna hetzelfde dan mij, maar dan nog. Ja, andere letters ertussen door. Maar ja, komt allemaal nog wel weer goed. En ik zou zeggen, hou vol goede moed en tot later. Oh ja, oké. Morgen komt ook mijn begeleidster nog. Ja, en dat is Karin met een K. Dus die komt ook nog. Hartstikke leuk. Dus we zullen het beleven. Ik denk dat ik moet morgen wel bij tijd eruit. Vanwege de huishoudelijke zorg. Want die komt al vroeg. Want die moet ook bij tijd weer weg. Voorwege haar kind. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden. Lekker slapen. Geniet ervan. En morgen uitgerust opstaan. Dus ik zou zeggen, tot dan. Doei.